van de wedstrijd van vandaag? 6-2, misschien iets overdreven? Ik denk het niet. Ik denk dat het wel eerlijk was. We hebben de meeste kansen gehad. Het is jammer van die twee tegendoelpunten zijn we zelf schuld. Dus er is nog ruimte voor verbetering. Ja. 4 doelpunten van jou, bijna 3 identieke. Moet je plezieren. 3 identieke, het waren... Ja. Oh ja, 3 met het hoofd, hè? Ja. Ja, klopt. Ja, het is gewoon met het hoofd maakt meer doelpunten. En ik denk dat we die kwaliteit al moeten benutten. En dat is vandaag gebeurd. Ik had er nog eentje extra in moeten schieten, maar met 6 zijn we nu tevreden. Jij zit in de medische wereld. Hoe heb jij corona ervaren? Druk. Veel werkuren, weinig slaap. Toch continu en dan volledig pak staan, niet alleen een mondmasker. Hard werken. En er zijn gewoon veel patiënten overleden, zo is het gewoon. Ook voor de voorbereiding is dit heel moeilijk, denk ik. Ja, zeker. Ja, er zijn gewoon veel restricties. Veel dingen waar je persoonlijk mee rekening houdt, veel wat opgelegde maatregelen zijn. En ja, dat is moeilijk, maar eigenlijk als je op het veld staat en je bent met je team aan het trainen, nou, dan moet dat eigenlijk even uit je hoofd zijn, want je kan niet continu mee bezig zijn. En op het moment dat je van het veld stapt, is het weer terug focus op te zorgen dat COVID de wereld uitgaat. We hebben nu een reeks van 10 ploegen, iets aangenamer denk ik dan 6 en 4 keer tegen elkaar. 100% waar. Ja, 4 keer tegen elkaar is gewoon niet leuk. 10 ploeg is prima. Mag de beste winnen. Mm-hmm. Hoe kijk je kwalitatief naar deze nieuwe liga? Ik denk dat er wel een scheiding is. Ik verwacht, Anderlecht is goed, dat weten we. Gent, Genk verwacht ik echt wel veel van. En ik verwacht eigenlijk ook best wel veel van Brugge. Er gaat een scheiding zijn, denk ik. Maar we gaan het zien. Time will tell. Ja, dan zou ik zeggen, gefeliciteerd met de overwinning en met de 4 doelpunten. Dank je wel. Dank je.